Hey guys, it's me again. Vandaag wil ik het hebben over mijn onzekerheden en hoe ik daarmee omga. Ik heb ook onzekerheden en ik denk dat het belangrijk is om hierover te praten. Want vaak wordt er niet hierover gepraat en ja, soms lijkt het dat je die onzekerheden hebt dat je alleen hebt. En ik wil zeggen dat het dat niet zo is. Dus door middel van dit filmpje wil ik ook delen wat mijn onzekerheden zijn. En ja, mag je daar ook iets van uit leren of ja, misschien meer te weten komen over mij. Let's begin. Ik ben wel eens echt wel onzeker soms wel over mijn uiterlijk. Het gaat met pieken en dalen. Soms denk ik van ik ben blij hoe ik eruit zie. En soms denk ik van, oh, had ik maar dunnere benen of andere dingen. Want ik ben dus eigenlijk, voel ik me best wel onzeker over mijn benen. Ze zijn namelijk niet het dunste en vind ze gewoon eigenlijk oprecht niet mooi. Soms kan ik ze wel omarmen, maar over het algemeen voel ik me toch wel best wel onzeker over mijn benen. Hoe komt dat? Ik denk dat het komt omdat gewoon er een beeld is gecreëerd. Wat een schoonheidsideaal is. Want modellen zijn ze gewoon dun. En er wordt gewoon gezien als mooi. En mijn vrienden om me heen zijn ook allemaal niet zo dik. Of gewoon dun eigenlijk. En daar vergelijk ik mezelf dan mee. Dat ik niet zo dun ben als hen. Of dikkere benen heb. En ook zeg maar familie. Mijn oma, die kan er ook wat van. Die, elke keer als ik bij haar ben, dan zegt ze wel iets over mijn uiterlijk. Dat ik inderdaad niet de dunste ben. En zulke dingen. Als mensen dat zeggen, dan voel ik me toch wel onzeker over. Deze onzekerheden heb ik ook wel een beetje kunnen omarmen. Want ik weet dat ik gewoon ben hoe ik ben en mooi ben zoals ik ben. En echt gewoon tevreden moet zijn. Want ik weet dat ik niet de lelijkste ben, maar ik weet ook niet dat ik de knapste ben. En dat hoeft ook eigenlijk maar niet. Want lelijk en knap is best wel een relatief betekenis. Van wat is nou lelijk en wat is knap? Met wie vergelijk je jezelf? Lelijk en knap kan voor iemand heel anders heel mooi zijn. Dus waar baseer je lelijk en knap op eigenlijk? Dus dat heb ik wel echt geleerd. Het kan de afgelopen jaren dat het heel een relatief woord is, lelijk en knap. Daarnaast ben ik gewoon echt blij hoe ik ben, hoe ik eruit zie. Ik weet dat ik niet de dunste benen heb. Maar het heeft natuurlijk ook wel weer een soort van voordelen. Of sommige mensen die zeg maar dunne benen hebben, willen misschien wat dikkere benen. En misschien wel een vorm in hun lichaam. En volgens mij zijn mensen altijd wel gewoon niet tevreden met hoe ze eruit zien. En ik heb ook geleerd dat ik gewoon echt tevreden moet zijn met wie ik ben. En hoe ik eruit zie. Want ik kan ook zeg maar geen benen hebben. Niks mis met mensen die geen benen hebben. Maar dat is wel iets wat ik heb gerealiseerd. Dat ik gewoon echt blij mee moet zijn met wat ik heb. En dus daar ga ik eigenlijk om met mijn onzekerheid over mijn uiterlijk. Een andere onzekerheid van mij is mijn spraak. Of mijn taal. Want ik heb het idee dat ik soms gewoon niet goed uit mijn woorden kom. En niet goed een vloeiend verhaal kan vertellen. En in ieder geval ook gewoon stotter en niet uit mijn woorden kom. En dat is wel een onzekerheid van mij. En ik vind dat wel lastig. Omdat het wel echt belangrijk is. Ik weet hoe belangrijk het is om goed te communiceren. En als ik niet goed uit mijn woorden kom en niet een goed lopend verhaal vertel, dan maakt dat mij wel onzeker. En
Ja, ik ben er ook wel bezig geweest om dat te verbeteren. Ik ben naar een logopedist geweest, zodat ik daar eigenlijk aan kan werken. En dat ik eigenlijk stap voor stap stap kan maken om mijn taal en mijn spraak te verbeteren. Het is nog steeds een dingetje dat ik moet verbeteren. Maar het is wel een onzekerheid van mij. En ik hoop door middel ook van zulke filmpjes te maken dat ik hier ook in kan groeien. En dat ik uiteindelijk toch comfortabel mag voelen wanneer ik praat. Een andere onzekerheid van mij is dat ik een young professional ben. En niet per se dat ik een young professional ben, maar eigenlijk meer dat ik veel dingen misschien nog niet weet en veel dingen moet leren. Zat ik eigenlijk wel mee. Zo van, oh jee, ik kom zoveel dingen bij kijken en ik weet er niet alles van. Maar ja, dat is ook gewoon omdat ik gewoon net beginnen ben. En ja, ik mezelf echt niet moet vergelijken met mensen die al zo lang werken. Want ja, die hebben gewoon heel veel werkervaring. En die weten al heel veel dingen door de jaren heen. En het is wel logisch eigenlijk dat ik nog heel veel dingen niet weet. Maar ja, ik moet gewoon beseffen dat ik niet voor niks een young professional ben. Ik heb daar echt wel goed voor gestudeerd en ik moet gewoon mijn best doen en vertrouwen op mijn eigen kunnen. En dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. En onzekerheden, ja, dat is inderdaad wel gegrond een beetje. Maar ik moet zeker niet mijn eigen kunnen onderschatten. Dat is een onzekerheid van mij. En een andere onzekerheid van mij is mijn persoonlijkheid of mijn innerlijkheid. Ik kan soms wel eens lui zijn en niet heel actief en niet gedisciplineerd. En dan ben ik een beetje teleurgesteld over mijzelf. Dat ik niet zeg maar zo ben zoals ik had gewild. Dus dat is wel iets waar ik mee had gestruggeld van ik ben niet de persoon die ik wil zijn. Maar ik heb dat wel in de loop der jaren kunnen accepteren. En daar ga ik nu meer over praten. Hoe ik met deze onzekerheden kunnen werken of kunnen omgaan. Ten eerste wat ik heb gedaan is eigenlijk reflecteren. Mensen misschien haten dit woord of vinden dit echt een woord die ze niet meer kunnen uithoren. Want op het HBO heb ik het woord reflecteren echt zo vaak gehoord en heb ik zo vaak reflectieverslagen moeten maken. Dit heeft me wel heel erg geholpen eigenlijk om uit mijn onzekerheden te komen en ook te onderzien. Vaak komen onzekerheden, die zijn vaak eigenlijk niet goed gegrond. En die zijn eigenlijk vaak dingen die uit je gedachten komen. En die zweven dan met je gewoon rond je hoofd. En dan voel je ook gewoon wat onzeker. Zo ook zeg maar mijn eigen zelfbeeld over mijn dikke benen, zeg maar. Zoals ik al zei, wat is mooi? Dunne benen, dikke benen. Het is een heel relatief woord eigenlijk, mooi. En daarbij komt het dus neer dat ik mezelf vergelijk met anderen. En het vergelijken met anderen, dat helpt mij niet om die onzekerheid eigenlijk weg te nemen. Dus dat vergelijken zorgt eigenlijk alleen maar voor dat ik onzeker word. En ten eerste door het vergelijken ging ik mezelf vergelijken met anderen qua uiterlijk. Ging ik mezelf vergelijken qua innerlijk. Dat ik zeg maar inderdaad niet actief ben als anderen. Daar word ik zelf maar onzeker over. Daarnaast heb ik ook een beeld gecreëerd voor mezelf van hoe een persoon moet zijn.
En daardoor word ik ook soms onzeker. Dus dat ik nog maar niet dat persoon ben die ik heb voor mezelf. En dan ja, ben ik niet tevreden over mezelf. En dan word ik onzeker over mezelf. Maar dat beeld dat ik heb, dat is echt. Dat zorgt eigenlijk voor dat ik onzeker word. En dat beeld dat ik heb, dat hoe een persoon moet zijn die ik wil zijn, dat is natuurlijk goed zodat ik kan streven, zeg maar beter kan worden. Maar ik moet me niet te veel daarmee eigenlijk mee vergelijken. Want als ik te veel zeg maar daarmee vergelijk, dan kan dat zeg maar ook toe leiden dat ik eigenlijk onzeker word. En dus vergelijken is goed op een bepaalde niveau, zeg maar dat het juist motiveert om beter te worden. Maar als ik me te veel vergelijk, dan kan het leiden dat ik eigenlijk onzeker word. Dus daarom is het reflecteren heel erg belangrijk. Zodat ik eigenlijk kan achterkomen waar eigenlijk deze onzekerheid vandaan komt. En dat ik eigenlijk gewoon weer real tegenover mezelf kan zijn. Dus echt gewoon real, hoe zeg je dat in het Nederlands? Gewoon tegenover mezelf kritisch kan zijn. En ja, ik weet niet of kritisch het juiste woord is, maar gewoon durf naar mezelf te kijken. Want dat is niet makkelijk. Dat is best wel confronterend. Maar alleen door te reflecteren kan ik eigenlijk die stappen maken om de onzekerheid eigenlijk weg te nemen. Een andere stap die ik neem is het accepteren dat ik onzeker ben. Want als ik niet accepteer dat ik niet onzeker ben, dan kan ik niet zeg maar verder komen. Dan blijf ik maar rondhangen in die onzekerheid. Maar het accepteren dat ik onzeker ben, is normaal. En het leven is zit nou soms met dat het gewoon iets minder gaat en dat ik me onzeker voel. En soms voel ik me wat zekerder en dat is het leven eenmaal. Dat is normaal. En, maar het is wel belangrijk om te weten hoe ik daarmee om moet gaan. Dus het reflecteren en accepteren helpt mij heel erg. En daarnaast is het heel erg belangrijk dat ik met anderen praat over mijn onzekerheden. Want als ik niet met anderen praat, dan heb ik die gedachten, zweven die alleen maar in mijn hoofd. En kan ik het niet kwijt. Dus dan zit het alleen maar in mij. En door met andere mensen te praten, dat helpt mij om eigenlijk weer in te zien waar het vandaan komt. En wat ik ermee moet doen. En hoe ik er eigenlijk om mee moet gaan. En dat helpt er eigenlijk dus om met anderen te praten. Het is wel belangrijk dat ik praat met mensen waar ik me goed bij voel. Waar ik me zeker bij voel. En waar ik me op mijn gemak voel. Want anders kan ik dus niet alles vertellen. Dus ik praat met mensen over mijn onzekerheden. Met waar ik me goed bij voel. Waar ik me zeker bij voel. En waar ik me veilig bij voel. En dat is dus eigenlijk vooral met mensen van de kerk. Of eigenlijk familieleden. Of eigenlijk echte goede vriendinnen. Dat. Maar één stap eigenlijk die voor al deze stappen zijn, is openstaan. Want ik kan steeds accepteren en vragen om hulp en reflecteren. Maar als ik daar niks mee doe, als ik daar niet open voor sta om dat te willen veranderen, dan gaat het heel moeilijk eigenlijk. Dus het is heel belangrijk eigenlijk dat ik open moet staan om verandering teweeg te brengen. En te vragen om hulp en te luisteren naar anderen. Want als ik niet open sta, dan kom ik eigenlijk helemaal nergens. Eigenlijk wat me het meest helpt om mijn onzekerheden te ondervinden, eigenlijk is het God erbij betrekken. En daarbij bid ik eerst eigenlijk. Dan bid ik of hij mij wil helpen met mijn onzekerheid. Dat ik eigenlijk ook mijn onzekerheid bij hem kan neerleggen. Dat geeft me eigenlijk heel veel rust. Zodat ik eigenlijk al mijn gedachten, negatieve gedachten, dat ik dat
aan hem kan geven, aan God kan geven. En dat geeft me ook heel veel vrede. Ik het een plekje heb gelegd, gegeven eigenlijk. Zodat ik weer echt verder kan gaan met de dingen die wel belangrijk zijn. En daarbij komt eigenlijk de tweede ding wat ik doe. Het lezen van de Bijbel. Dat is echt heel belangrijk voor mij. Dat is echt de enige ding dat mij kan helpen om mijn onzekerheden weg te nemen. Want mensen kunnen veel zeggen en je kan daar als persoon best wel veel waarde in leggen eigenlijk. Als bepaalde mensen iets over je zeggen. Maar ik heb ondervonden dat ik eigenlijk als ik mijn... als ik me aantrek wat God van me vindt, dus door de Bijbel te lezen en te weten wat God eigenlijk belangrijk van mij vindt, dan boeit het eigenlijk niet meer wat ik zelf vind en wat ik zelf denk en hoe het eigenlijk met omstandigheden gaan. Want door het lezen van de Bijbel geeft dat mij ook heel veel rust en kracht en om deze onzekerheden te dealen eigenlijk. Want uiteindelijk gaat het niet meer om wat ik vind, maar wat God van mij vindt. En hij vindt mij prachtig hoe ik ben. En hij heeft me gemaakt zoals ik ben. En wat is dan eigenlijk mooier dan dat? En ik heb eigenlijk alles al gekregen van God. Dat zoveel mooier is dan ik zelf denk dat mooi is. Maar door het lezen van de Bijbel focus ik dus op wie God is en wat hij voor mij heeft gedaan. En wat hij nog voor mij betekent eigenlijk. En dat daar haal ik echt heel veel rust uit en heel veel kracht uit. En dat neemt eigenlijk mijn onzekerheden weg. Daar haal ik echt zoveel eigenlijk uit. Dus het geloof is echt heel veel belangrijk voor mij. Dus door het bidden doe ik dat en door te lezen van de Bijbel. Dus in plaats van te focussen op mezelf, focus ik op God. En dat helpt mij heel erg om eigenlijk, dat helpt mij heel erg om te zien dat mijn onzekerheden eigenlijk helemaal niet meer zoveel boeien. Dat het niet meer echt er tot doet. Dat is zo erg mooi. Hoe God eigenlijk zo in mijn leven werkt. Dat over hoe ik met mijn onzekerheden omga. En natuurlijk helpt het natuurlijk om die stappen die ik voorheen ook daarboven. Dus dat praten met anderen, dat reflecteren, dat helpt natuurlijk ook heel erg. Maar uiteindelijk helpt dus heel erg dat ik mijn focus van naar mezelf verander naar focus naar God. En dat is eigenlijk hoe ik omga met mijn onzekerheden. Dit was een stukje over mijzelf. Ik vond het best wel spannend over mezelf te praten en eigenlijk überhaupt te praten. Want ik ben dus niet zo goed in het praten. Ik doe er wel wat aan. En ik ben bezig om het te veranderen. En ik ben bezig om het op te krikken. En dat is het belangrijk. Dat ik mezelf wel blijf willen ontwikkelen. Want dat is de enige manier hoe ik vooruit kom. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar me te luisteren. En ik hoop dat jullie er wat mee konden doen. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken. En see you guys next time. Bye. Your type of love in the shark passing. If not, what's I go drum passing? Oh, yeah. It is so good and it's so real and it's so free. Yeah. Your type of love in the shark passing. If not, what's I go drum passing? Oh, yeah. It is so good and it's so real.